De das is bezig aan een comeback. En nee, ik heb het niet over het dier, maar over het kledingstuk dat weer helemaal in is voor alle genders. Rode Duivels Jeremy Doku en Amadou Onana droegen maandag een das bij hun aankomst aan het oefencomplex in Tubeke. Maar ook vrouwen. Denk maar aan de Amerikaanse popster Billie Eilish of zangeres en familieactrice Syra Gwynt. Wat ik leuk vind aan fashion is dat je een bepaalde kledingstijl of items kan dragen die niets te maken hebben met elkaar, maar dat het toch werkt. Voor de das is dat ook zo. In de nieuwe collectie van grote modehuizen is de das zeer aanwezig in het assortiment. En dat bij mannen en vrouwen. Voor auteur en royalty-watcher Jode Porter was het kledingstuk oorspronkelijk enkel voor mannen en vooral bedoeld om alle andere kledingstukken samen te houden. Dat dat nu terugkomt heeft te maken met de dwang die is weggevallen. Het moet niet meer, dus we kiezen ervoor. Al blijft het wel een symbool van respect. Zelfs ACID droeg een pak met das in de rechtbank.